Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ben toe aan mijn laatste video over participia, namelijk de dominant gebruikte en zelfstandig gebruikte participia. Dominant gebruikte heb ik al eens een keer gebruikt in de andere video's, maar ik heb ze nu eventjes bij elkaar gezet. Hoe vertaal je ze? Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dominant gebruikt participium. Er is dan een ZN, een zelfstandig naamwoord, en een congruerend participium. Het komt vooral voor bij een PPP, niet zo vaak bij een PPA of een PFA. En dan moet je bekijken, en dit hangt weer af van de context, is het participium in zijn betekenis belangrijker dan het zelfstandig naamwoord? Dus ook hier weer, denk aan de context. Je zou het op twee manieren kunnen vertalen. Ze zijn alle twee goed als het losse zinnen zijn, maar in een tekst moet je kiezen voor de een of de ander. Hier als voorbeeldje bijvoorbeeld. Ab urbe condita, na de stichting van de stad, of vanaf de stichting van de stad. Eigenlijk staat er vanaf de gestichte stad. Maar het gaat niet om die stad, het gaat om de stichting. Het is een jaartal. Daar, vanaf dat moment, zo ging de jaartelling van de Romeinen. Altijd AUC, ab urbe condita, het jaar 15 ab urbe condita. Dus na de stichting van de stad. Of, om een christelijke term te gebruiken, ante Christum natum. Niet voor de geboren Christus, nee, het gaat om de geboorte van Christus. Of deleta urbe, een simpel zinnetje wat vaker voor kan komen. Ablativus, urbe is vrouwelijk, daar ablativus hier en daar hoort deleta bij. Het gaat niet om door de verwoeste stad, of in de verwoeste stad. Het zou kunnen, in een bepaald zinnetje, het zou kunnen, in de verwoeste stad, klinkt goed. Maar in de context van het verhaaltje moet je zeggen, nee, het gaat niet om de stad. Het gaat om de verwoesting van de stad, door de verwoesting van de stad. Dus hier is het echt weer een kwestie van context. En daarom is het zo belangrijk dat je alle mogelijkheden weet, zodat je altijd de beste vertaling kunt gebruiken. En natuurlijk kun je zeggen van, ja, maar soms kan toch wel, wat ik al net zei, in de verwoeste stad kan toch ook? Ja, klopt, helemaal, dat kan. Maar het hangt van de zin af, het hangt van het verhaaltje af, het hangt af van de context, welke hier goed is. Zo heb je ook het zelfstandig gebruik participium. Er is geen congruent zelfstandig naamwoord en een predicatieve vertaling past niet qua context. Ook hier weer, soms kan het wel passen, waarom niet? Zeker bij dit eerste zinnetje, exultantes urbem relinquunt. Exultantes is het PPA en je kunt dat natuurlijk predicatief vertalen. Zij verlaten juichend de stad. Helemaal niks mis mee. Maar als er in de context helemaal niet duidelijk is wie zijn die zij dan? Geen idee, waar komen die zij ineens verhalen vandaan? De hele context ging eerst over een persoon in de hij of in de zijvorm, laten we het even vrouwelijk, of de hetvorm. Ja, laten we. In ieder geval, het onderwerp was enkelvoud. En ineens, nergens was een meervoud zo bekend, ineens komen die meervoudsvormen eraan. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dan moet je zeggen, oké, ik ga het hier zelfstandig, het is een zelfstandig gebruikt participium en dat doe je door een de voor te stellen, zetten. Exultantes juichen, exultantes de juichenden. Maar dit vind ik heel vreemd klinken. Dat klinkt zo vreemd, veel beter, veel makkelijker ook is gewoon te denken aan, ik ga het vertalen met degene die. Degene die juichen verlaten de stad. Dus de juichenden is, ja, ik vind het eigenlijk fout, want het is geen Nederlands. Niemand zegt de juichenden. Maar er zijn omstandigheden waar het wel kan. En soms kun je makkelijker doen. De zwemmenden worden de zwemmers. Oké, je kunt er een zelfstandig naamwoord van maken. Maar ook dat gaat niet altijd lekker. Dus doe gewoon degene die. Zo ook hier convocatie. Convocatie kan best predicatief vertaald worden. Tuurlijk. Zij de bijeengeroepen waren ze blij. Tuurlijk. Maar ook hier weer, als ik niet weet wie die ze zijn, ik heb hier overal meervoudsvormen, maar het kan natuurlijk ook in het enkelvoud zijn en zo. Als ik dan niet weet waar die meervoudsvorm ineens vandaan komt, of als ik niet weet wie daarmee bedoeld wordt, dan is convocatie zelfstandig gebruikt participium en is dus in dit geval een nominativus. Degene die bijeengeroepen waren, waren blij. En dan een hele bekende, morituri te salutant. Morituri is part PFA, kan ook. Ik heb hier toevallig alleen maar, oh nee, ik heb netjes allerlei oplossingen. Eentje met een PPA, exultantes. De
andere met een PPP en hier is een PFA. En ook hier kun je best doen degene die op het punt staan te sterven. Dat is ook, anders moet je zeggen de zullende sterven. Dat klinkt al helemaal niet, de zullende sterven. En als je zegt, ik ga het predicatief vertalen, zij groeten u om te sterven, dat slaat ook nergens op. Dus kijk echt elke keer van, waar slaat het op? Is dit de goede vertaling of is de andere mogelijkheid van de vertaling van het participium beter? Want de zullende sterven is onzin, zij groeten u om te sterven is ook onzin. Dus ik neem de vertaling, degene die... En ik denk dan wel aan het geval van het futurum PFA, dat het vaak een doel geeft, op het punt staan, van plan zijn en voorbestemd zijn. Degene die op het punt staan te sterven, groeten u. Dus bij al deze vertalingsmogelijkheden van het participium, het gaat erom wat klinkt het beste. Zorg dat je alle mogelijkheden kent. En wees niet tevreden met de vertaling als je denkt, dit klinkt een beetje vreemd. Kijk dan of de andere vertalingsmogelijkheid beter is. En dit is het einde van mijn reeksje over de participia. Tot de volgende keer.